Goedendag, dit is het COVID-19 journaal van het ministerie van Volksgezondheid. Vandaag, woensdag 20 januari, schenken we extra aandacht aan hoe gezondheidswerkers in Nikeri de coronasituatie in het grensdistrict onder controle houden. Na een relatief rustige periode met soms nul actieve gevallen, kreeg Nikeri afgelopen december op een bepaald moment met 10 nieuwe COVID-19 besmettingen te maken. Er is voldoende capaciteit om de huidige 12 actieve gevallen zo goed als het kan op te vangen. Het is daar lang rustig geweest, totdat bezoekers van een feest in Paramaribo naar Nikeri waren teruggekeerd met het coronavirus onder de leden. Nou, inderdaad, dat klopt. Dat was zeg maar de eerste helft van december hadden we 0 cases. En medio kregen we 2 positieve gevallen. Het zijn, bleek dus dat mensen dus naar Paramaribo waren gegaan. Ik heb begrepen naar een feestje. En die zijn teruggekomen, zijn ziek geworden, positief getest. En contact van die, een van die mensen heeft ook een andere besmet in Nikeri. Daarna hadden we iemand die overleden was in het ziekenhuis. Met onderliggend lijden, ook positief getest aan COVID. En we kregen in december, januari ook clusters eigenlijk van dit overlijdensgeval, familieleden van deze persoon die positief getest waren. En we hebben het jaar afgesloten waarbij we in, laat me even piepen hoor, in december alleen hadden we ongeveer 82 bij de RGD alleen hoor, dus dan tel ik MMC even niet bij. We hadden bij de RGD onze test 8 positieve getest. En tot 4 januari hadden we 19 tests gedaan alleen, waaruit 2 positief waren. Dus een, in totaal hadden we in december alleen in Nikeri 9 of 10 positieve gevallen. En in januari, dus nu voor vandaag, vandaag is 18, meer dan 60 swabs hebben we afgenomen tot nu toe. Alleen bij de RGD, daar heb ik MMC nog niet geteld. En we hebben, even kijken, ik denk een beetje geswapt, 17 positieve cases in Nikeri alleen. En zoals ik zei, het is een cluster geweest van de ene. Ondertussen hebben we in 2 weken terug ook een overlijdensgeval gehad in Koroni. De persoon is thuis overleden. En vermoeden was dat hij COVID zou hebben, want de gezinslid daar had ook die klachten. Dus we hebben de overledene swab afgenomen en de familie. En die 2 zijn ook positief uitgevallen. En gisteren hebben we ook weer 2 positieve cases gehad. Patiënten worden naar gelang hun fysieke situatie geswapt in het MMC of op een andere RGD-poli, afhankelijk van de locatie van zo'n persoon. Als patiënten zich aanmelden met MMC en ze zijn al zodanig ziek of via onze groepsapp, als we vinden het is niet zo stabiel, dan wordt zo'n patiënt voordat de test wordt gedaan alvast opgenomen in MMC ter observatie of als een COVID-suspecte swab wordt afgenomen. En de anderen die stabiel zijn, die worden via de RGD geswapt en die persoon is dan in quarantaine in afwachting op de resultaten. Komt zo'n resultaat dan binnen, de swabmateriaal wordt eigenlijk via het MMC dus naar Paramaribo vervoerd, krijgen we de resultaten binnen. En gaat het om positieve gevallen, dan de mensen die nog niet zijn opgenomen in het ziekenhuis, dan zorgt de RGD ervoor dat de mensen thuis opgehaald worden. En dan worden ze opgenomen in overeenstemming met MMC natuurlijk. Het beleid is dat we iedereen naar MMC sturen. Daar wordt de patiënt gescreend door de internist. En die bepaalt of je in het MMC moet liggen of in de isolatie gaan gaan. In isolatie gaan mensen die positief zijn getest, maar die geen klachten als zodanig hebben dat ze echt die medische zorg en behandeling nodig hebben. Die anderen gaan wel in MMC. Over de ordehandhaving heeft de coördinator van het COVID-19-team in Nikeri niet te klagen. Alleen is het daar ook opgevallen dat het aantal nieuwe infecties in de tweede golf groter is geworden. Ze stoort zich wel enigszins aan het feit dat sommige mensen, die er geen kaas van hebben gegeten, via sociale media een verkeerd beeld over de ernst van COVID-19 schetsen. Het gaat wel. Het is vrij
maatschappelijk, als ik vergelijk met Paramaribo natuurlijk, ben ik niet ontevreden. Het kan natuurlijk beter. Ik denk dat de mensen nu ook wel veel bewuster zijn en ben eens ook geschrokken. En we vermoeden ook dat, althans in het land, dat we nu, dus in deze tweede golf, misschien de variant al in het land hebben. Waarom we dat zeggen, is de trend van de infecties die ze voor. Het gaat veel sneller. We zien dat steeds jongere mensen besmet raken, in tegenstelling tot de eerste golf, waarbij het meer tegen 60 plus, 50 plus mensen besmet raakte. Maar nu zien we jonge mensen, je kinderen raken besmet. Dus het is toch ietsje anders. De intensiteit is anders. Het aantal mensen per keer is ook weer anders, waarbij we vermoeden hebben. Natuurlijk, pas als je bewijs hebt en je kan het virus, het speciale onderzoek, dat wordt niet in Suriname gedaan, sequencing van die virussen, zou in Nederland of in een ander land gedaan moeten worden. Dan weet je het 100% zeker. Ondertussen weten we uit wereldnieuws dus dat er verschillende varianten zijn. Wij vermoeden die variant die in Engeland is opgedoken. Dan horen we eentje is ook in Afrika. Nu horen we een Braziliaanse variant. En ja, dus al deze dingen. Mensen, wat we merken, en dat, ik zie die berichten ook. Dat een heleboel mensen niet geloven en denken dat het een of ander verzonnen verhaal is. En meestal zijn het mensen die eigenlijk, ja, ze hebben geen kaas gegeten van microbiologie, om het zo te zeggen. Ze weten niet hoe virussen zich gedragen. En ze willen het niet geloven, omdat ze het ook niet beter weten. Het jammerlijke is dat ze de publieke opinie een beetje negatief beïnvloeden. En met name ten aanzien van de vaccinaties die straks gaan komen. Er zijn een heleboel mensen die zo negatief over vaccinaties praten en allerlei verhalen eromheen weven. En ik kan me best voorstellen, als je geen achtergrondinformatie hebt, niet beter weet, ga je al die rare verhalen geloven. Maar het is niet waar. Wereldwijd, ook in Suriname, zijn er twijfels over het vaccineren tegen het coronavirus. Hoe wordt binnen de Nigeriaanse gemeenschap gereageerd op het COVID-19-vaccin dat op komst is? Als arts heeft dokter Ramyatan ook wat handige informatie over de toediening en verwerking van het COVID-19-vaccin. Laat me één ding zeggen. Die mensen hebben dan een aversie. Aan de ene kant zeg ik ook altijd, onbekend maakt onbemind. Als ik goed lees naar de bijwerkingen die na zo'n vaccinatieshot komt, het is common, het is normaal. Ook bij de kindervaccinaties die we al jaren, tientallen jaren, dat is ons nationaal immunisatieprogramma komt. De reacties zijn normaal. Als je een prikje krijgt, dat je een beetje pijnlijke plek overhoudt, dat je een beetje koorts krijgt, een beetje vermoeid raakt, een beetje ziek. Maar dat zijn normale verschijnselen. Wat men zegt, ja, mensen zijn doodgegaan. Het zou kunnen dat mensen die een hyperallergie hebben ontwikkeld en niet de juiste behandeling op tijd hebben gehad, zou kunnen. Ik heb de cijfers niet, wordt beweerd. Maar dat heb je met alle medicijnen. Je hebt ook mensen die allergisch zijn voor bijensteken. En mensen zijn ook doodgegaan. Ga je daar een hele hype eromheen creëren? Van ja, je moet alle bijen om de wereld gaan uitroeien. Want één persoon is doodgegaan, twee persoon. En als je van de hele wereld bijvoorbeeld de bijenallergie gaat nemen en dat uitzet, dan zie je misschien dat er meer mensen daaraan zijn doodgegaan. Ook met vaccinaties heb je dat er enkelingen misschien een allergische reactie ontwikkelen. En binnen de medische wereld, we hebben een bepaalde protocol waarmee we werken. Ook met name, al is het geen vaccinatie, een medicijn, whatever, ook bestaande medicijn. Voordat we voorschrijven, vragen we de patiënt ook, bent u bekend met allergieën? Verdraagt u iets niet of bent u allergisch voor een bepaalde medicijn? Een heleboel mensen zijn voor zoveel antibiotica allergisch, ze verdragen het niet. Of allergisch voor pijnstiller, Voltaren of Naproxen of Indosuit, whatever, en zoveel andere meer. Die mensen zijn allergisch, die ga je dan niet toedienen. Je houdt als medicus rekening. Zo ook als je iemand een vaccin toedient, je vraagt altijd naar de ziektegeschiedenis, bent u bekend met allergieën en dat soort dingen. En je houdt er rekening mee. Voor die mensen moet je natuurlijk de nodige zorg en maatregelen in acht nemen. En natuurlijk, je stuurt de patiënt niet gelijk weg.
Je houdt ter observatie. Kan een half uur zijn of een uur afhankelijk. Voel je goed, voel je niet raar. Weet je, als het niet goed voelt, wordt er gelijk ingegrepen. Dan is er niks aan de hand. Je overkomt het wel. Dat zijn protocollen en de manier waarop we werken. En ten aanzien van, wil ik gelijk ook ontzenuwen, eenmaal ik aan het woord ben. Je weet, de Pfizer-vaccin, waarop de keuze is gevallen voor Suriname, van Suriname. Om mensen uit te leggen, want ze vinden, ja, er zijn zoveel mutaties. En zoveel mutaties, dus zoveel keer moet je gevaccineerd worden. Laat me dat ook even een beetje uitleggen. Die mRNA-vaccin is een hele nieuwe type vaccin die ze hebben ontwikkeld. Is gewoon dat ze RNA van die spice, je weet, ondertussen weet iedereen hoe die COVID-virus eruit ziet, een balletje met uitsteeksels, we noemen dat spikes. En ze hebben de mRNA genomen van die in die vaccins. Het wordt ingespoten in je lichaam, gaat in je lichaam, dan gaat het lichaam een eiwit maken die specifiek is voor die spike van het virus. Het is specifiek voor het COVID-virus. En waarom de keuze op die spike? Omdat uit onderzoek is gebleken, toen COVID niet zo lang nog ontdekt was, dat die spikes bij mutaties dus minder zouden kunnen muteren. Dus dat blijft standvastig. Vandaar dus dat die keuze op die spike is gevallen. Dus als die mRNA-vaccin krijgt, wat gebeurt er? Je lichaam gaat dan een eiwit alleen maar maken dat specifiek is voor die spike. Jouw lichaam herkent het als lichaamsvreemd. En je immuunsysteem wordt getriggerd, het wordt aangevallen. Je hebt een heel systeem, arsenaal aan afweermiddelen binnen in je lichaam. Dat is weer een hele andere sessie. Maar het wordt dan uitgeschakeld. Meestal zeggen ze een tweede dosis bijgeven, een booster. Dat hebben we ook met normale vaccinaties. Ook met tetanus, klemspuitje wat ze noemen. Krijg na 10 jaar weer een prikje om te boosteren. Zelfde, na 3-4 weken krijg je tweede. Zodat je lichaam meer antilichamen maakt. Dat wil zeggen, je hebt genoeg afweer in je lichaam tegen dat COVID-virus. Kom je nou ergens en je raakt inderdaad besmet met het echte virus, het komt binnen in je lichaam, je afweersysteem herkent gelijk die spike-eiwitten van hé, dat is het vijand van het lichaam, wordt die gelijk aangevallen. Dus voordat het virus jouw schade kan toebrengen, heeft jouw afweersysteem dat virus opgeruimd, waardoor je niet ziek wordt door het virus. En het is normaal dat je na een vaccinatie een beetje koorts krijgt, omdat je afweer begint te werken. Helemaal normaal. Even gewoon paracetamol, een dagje ziek nemen, uitrusten, goed eten, goed rusten. En de meeste mensen na 1 dag zijn ze er weer bovenop en ze voelen niks meer. Maar het is onnodig om er een hele hype over te maken. Dat is ten aanzien van die vaccins en ook die spike. Dus vele van die mutaties hebben die spikes. En laat me ook zeggen, ik lees die dingen ook van ja, maar straks heb je en die grappenmakers, allerlei namen van elk land heeft dan straks een variant. Griepvirus bijvoorbeeld, je hebt ook griepvaccins. Het griepvirus muteert constant. Men neemt wel griepshots, vaccins toch? Vaccinaties. Maar het is niet dat je per shot 1 virus vaccin krijgt. Het is een hele cocktail van verschillende mutaties die je in 1 shot krijgt. En het staat dan ook van welke varianten, bijvoorbeeld nu over het griepvirus, welke varianten van het virus in die shot zitten beschermd. Zo ook, het is een nieuw virus, hij muteert. En als men misschien een nieuw vaccin tegen een variant moet maken, gaat snel, omdat men het met techniek al onder de knie heeft. Wat gebeurt dit? Omdat het om een mRNA-virus gaat, moeten ze ook bepaalde additieven bijzetten. Ook dat koelsysteem, de min 70 graden bewaard worden. Maar de fabrikant heeft een heel systeem ontwikkeld, zeg maar de koude keten voor de transport en dergelijke, hoe je moet doen. Er zijn protocollen. Het gaat erom dat het virus, vaccin, niet teniet wordt door temperatuurgevoeligheden en dergelijke. En
Het vaccin moet juist op een plek werken waar het moet werken. Dat zijn allemaal voorzorgsmaatregelen. En ik denk niet dat er een hele hype eromheen nodig is. Hoor. En nogmaals, onbekend maakt onbemind. En ik denk dat de regering ook met zijn voorlichting moet komen om die mensen gewoon in heel eenvoudige taal te kunnen uitleggen hoe het vaccin werkt. In Suriname hebben we vrij goede dekkingsgraad voor de andere vaccinaties in onze immunisatieprogramma. Ik zeg altijd, het kan beter. Maar de meeste vaccins, polio, mazelen, bof, we hebben een dekkingsgraad van 85% of meer, 90%. Maar wij willen altijd meer dan 95% gaan. Je hebt altijd drop-outs. En ik zal u ook vandaag er weer aan herinneren hoe belangrijk het is om ons te houden aan de COVID-19-regels. Want daardoor maken wij het stukken makkelijker voor vooral onze frontliners. Een verpleegkundige van het Moengra Medisch Centrum vertelt hoe het allemaal in zijn werk gaat bij het detecteren, ophalen en isoleren van een COVID-19-positief geteste persoon. De beschikbare verpleegkundige krijgt een telefoontje. Dat er een positieve opgehaald moet worden. En wij bellen zo'n positieve op. We stellen die persoon op de hoogte dat die opgehaald moet worden. En daarna worden we opgehaald met de ambulance. We komen naar de poli. We dragen onze PPP-pak. En daarna gaan we gereed naar zo'n adres. De patiënt wordt dan telefonisch opgebeld. En gezegd dat hij met zijn tas naar achteren moet komen bij de ambulance. Erin moet zitten en niets moet aanraken. Daarna wordt de ambulance dichtgemaakt en daarna vervoeren we die patiënt naar MMC. Daar aangekomen wachten we even totdat de desbetreffende zuster naar buiten komt. We geven aan dat we een positieve patiënt hebben gebracht en daarna komt de desbetreffende zuster die de patiënt moet ophalen. En daarna wensen we de patiënt beterschap en dan zijn we klaar. En dan komen we dan weer naar de poli. Bij de poli moeten we dan de ambulance schoonmaken, desinfecteren. En een uur lang moet de ambulance open blijven, zodat we de volgende patiënt of werkzaam moeten verrichten. Op bedrijfsleiders doet minister Amar Ramadhin een dringend beroep om erop toe te zien dat een ieder op de werkvloer zich stipt houdt aan de COVID-19-regels. Uit onderzoek van het BOG en het OMT is namelijk gebleken dat er ook besmettingen plaatsvinden op de werkvloer, omdat personeel zich niet stipt houdt aan bijvoorbeeld het opdoen van een mond- en neusbedekking. Het is niet alleen voor bezoekers aan bedrijven verplicht, maar ook voor het personeel. De gezondheidsminister benadrukt dat het opdoen van een mond- en neuskap, minimaal 1,5 meter afstand en regelmatig de handen ontsmetten belangrijke regels zijn die voor een ieder gelden. Trouwens, de boete voor het overtreden van de verplichting van gebruik van mond- en neusbedekking is 150 SRD per persoon. Overigens, vandaag is Joe Biden ingezworen als de nieuwe Amerikaanse president. En een van zijn speerpunten is het verplicht stellen van mondkapjes in overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer. Samen met zijn vicepresident Kamala Harris zal Bidens kabinet Amerikanen actief aansporen om ook op andere plekken een mond- en neuskap op te doen. Morgen in het COVID-19-journaal een kijkje in de intensive care unit van het 's Lands Hospitaal. Houdt u zich aan de COVID-19-regels alstublieft. Wij doen het samen. Tot de volgende keer.